We schenken Bird of Prey uitblik aan tafel. Dat doen we bewust. Is ongebruikelijk. Was voor ons ongebruikelijk. De eerste keer dat we bier uitblik schenken aan tafel in de libraaien. Mijn naam is Rode Uileman. Ik ben de oprichter van Uiltje Brewing Company. Een brouwerij die in 2012 in Haarlem begonnen is. En wij zijn gespecialiseerd in het maken van hop-forward bieren. De Bird of Prey IPA is onze flagship IPA. Dit recept brouwen wij al vanaf 2012. En net als alle andere bieren vinden wij eigenlijk dat IPA's gewoon alleen in blik moeten. Dus ook de Bird of Prey IPA. 5,8%, lekker makkelijk doordrinkbaar, mooie fruitige Amerikaanse hoppen erin en een lage bitterheid. Wij als brouwer weten natuurlijk veel beter hoe een vers IPA drinkt, omdat wij het uit deze tanks kunnen drinken. Dus wij proberen dus samen met de libraaien het op zo'n manier te verpakken dat we het afvullen en direct naar hun verschepen. Dat ook jij eigenlijk binnen 24 uur nog kan drinken. Dus dan weet jij tenminste als consument ook wat echt vers is. Het is sowieso een super eer dat een restaurant als libraaien het voortouw neemt en laat zien aan Nederland dat je dus gewoon blik aan tafel kan uitschenken. Hoe cool is dat? Wij vinden dat al lang, maar nu wordt het gewoon opgepakt in de horeca en een fantastisch restaurant zoals de libraaien die laat zien. Dus ja, het is een kroon op ons werk en een fantastisch beeld naar de buitenwereld. Mijn naam is Rick Kempen, ik ben bierambassadeur bij Bier & Co. Uitgerekend voor bier zoals IPA, waarbij die kakelverse, knisperfrisse hoparoma's en hopervaring cruciaal is. Ja, die wil je het liefst zo vers mogelijk drinken. Waarom bier in blik dan zoveel beter is? Het is lichtdicht en luchtdicht. Laat er nou zowel licht als lucht versnellers zijn voor het verouderingsproces van bier, waardoor het minder lekker gaat smaken. Met een volledig 100% licht- en luchtdichte container is je bier optimaal beschermd. Daarbij het weegt minder, dus qua transportkosten bespaar je enorm op de carbon footprint. Er zijn nog talloze andere voordelen aan, maar laten we het er vooral op houden dat voor aromatisch gehopte bieren blik dé verpakking bij uitstek is. Kijk, een van de gave dingen van het zijn van bierambassadeur is dat je op de mooiste plekken van Nederland over bier kan kletsen. Zo zijn we ook ooit gevraagd om aan tafel te komen bij de libraai om met het team van Therese Boer en haar team van sommeliers bier te gaan proeven. Kijken of dat wat toe kon voegen aan de smaakbeleving waarom de libraai überhaupt zo bekend staat. In die eerste proefsessies, 2016 uit mijn hoofd, kwam eigenlijk naar voren dat de IPA niet geschikt was. Te uitgesproken van smaak. Maar zoals alles uiteindelijk onderhevig is aan ontwikkeling, zie je dat het soms toch wel mogelijk is om een goede IPA aan tafel neer te zetten. En nu is in de tweede ronde IPA in de vorm van de Bird of Prey ook nog eens in blik aan tafel gekomen in een 3-sterrenrestaurant. Schenk bier aan tafel uit zoals je dat met wijn ook zou doen in een wijnglas. Of in ieder geval zo mooi op aroma vangen gerichte vorm van een glas. Klaar is klaar, maar het is niet veel ingewikkelder dat je het zelf wilt maken. Welkom, mijn naam is Sabas Joosten, hoofdsommelier voor restaurant De Libraaien. We zijn hier in Zwolle, in ons restaurant. Ons focus ligt op wijn. Dat geldt denk ik voor de meeste restaurants. Maar er komt de laatste jaren meer en meer aandacht voor bier. Dat zie je overal in Nederland. En wij hebben een aantal jaar geleden gevonden dat wij er ook met ons aanbod op moesten aansluiten. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een mooie selectie passende kwalitatieve bieren om naast het aanbod in wijn voor te kunnen stellen. We combineren op dit moment Bird of Prey met een van onze visgerechten. Zeeduivel, startstuk van zeeduivel, groene curry op basis van Oost-Indische kers en pandanrijst. We schenken Bird of Prey uitblik aan tafel. Dat doen we bewust. Is ongebruikelijk, was voor ons ongebruikelijk. De eerste keer dat we bier uitblik schenken aan tafel in de libraaien. Nou ja, het is bij IPA zo dat het karakter van zo'n bier vooral goed tot zijn recht komt als je het zo vers mogelijk drinkt, als je het zo vers mogelijk proeft. Dus hebben wij met Uiltje afgesproken dat we 1. De meest verse batch altijd geleverd krijgen. Dat het transport gekoeld plaatsvindt. We slaan het bier gekoeld op. We serveren het gekoeld, dat mag voor zich spreken. En dat zorgt ervoor dat die hopbloemigheid, dat exotische karakter, de uitgesprokenheid van het bier en die knetterverse hoparoma's, dat die in optimale conditie geproefd kunnen worden. En juist door het uitblik aan tafel te schenken, geeft ons dat de mogelijkheid om dat ook toe te lichten en te verklaren.